Dit zijn officieel de grappigste puppies van 2022. Degene die het minst vaak lacht, krijgt nog een onbekende prijs. Spannend. Ja. Maar ik hoop dat ik niet hoef te lachen. Ik moet helemaal niet lachen om het filmpje, maar ik moet altijd, als ik niet mag lachen, dan moet ik wel lachen. Oh, een piñata met een bezemsteel. De bezemsteel is afgebroken. Maar ik moest gewoon lachen omdat ik grasmaaier was. Ik hoefde niet te lachen, maar het scheelde niet veel. Daar gaan we. Een speelhuis. Dit zou ons wel kunnen overkomen. Dat is pech. Speelhuis weg. Ja, maar dit wist ik van tevoren al. Niks aan de hand. Niks aan de hand. De volgende. Rijden hier op een auto. Dit kan goed fout gaan. Oh, hij is gewoon door midden. De auto is door midden. Oh. Dat is niet zo handig. De vuilnis. Dit is dom. Nee. Jawel. Dit is gebroken. Dit is lachen. Ik was vergeten dat we een challenge aan het doen waren. Dat is niet zo slim, Rickert. Ja, ik moet hem jou lachen. Waarom moet ik je nou om lachen? Ik ruik het niet. Hij gaat vragen of hij op date mag. Dit vind ik zielig. Dit is zielig. Iedereen staat toe te kijken. Je mag het niet aanraken, denk ik. Oh, hij schrikt ervan. Een frisbee-kelletje. Oh, dit zielig. Is zielig. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Oh. Het gaat fout. Oh, man. Heineken, koeten. Yep. Pas op, er is weer een paardenfilm. Ik ben vandaan voor paarden. Hebben we iemand erin duwen? Dat was een lachje. Nee, dat was echt. Dat was een lachje. Was dit een lach? Dit was deze een echt. En dit was een grinnikje. Ik vergeet heel de tijd dat we een. Oh, nee. Ik zie het ook wel gewoon aankomen de hele tijd. Dat was gewoon grappig. Redelijk grappig. Dit is redelijk grappig. Paardje, je hebt een paardenvideo. Bert verzoekt. Oh, en de vrouw erbij. Oh, wat gebeurde daar nou weer? Oh, Enzo Knol. Dat is echt Enzo Knol. Ik dacht echt dat het Enzo Knol was. Ja, maar dat was wel een lachertje. En we mogen niet lachen, dus dat is een punt voor Rick. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit is gewoon echt dit grappig. Dit is leuk, dit is grappig. Maar net niet grappig genoeg dat ik erom moet lachen. Nee. Maar wel echt gewoon leuk. Deze meneer heeft volgens mij een beetje veel zelfvertrouwen. Hij kan achteruit fietsen. Ik vind het wel... Oh. Ik vond hem wel knap. Gaat water vallen in 3, 2, 1. Ja. Was te verwachten. Daar heeft hij geluk. Hij is nog gebroken, hij is nog kapot. Slechte kwaliteit. Oh, dit hebben wij vroeger ook gedaan. Oh, maar niet zo. Maar niet zo. Als ik bij het volgende filmpje ga lachen, krijgen jullie allemaal 10 euro. Net niet. Het scheelt er niet veel. Was wel een grappig filmpje. Ja, is wel leuk. Van de glijbaan af, wat kan er misgaan? Helemaal niks, zou je zeggen. Niks in hand. Fuck, een pomp tegen loer. Deze oma, wat gaat ze doen? Heet ze niet... Oh. Ze weet niet hoe de camera werkt. Ik weet niet wat er grappiger was, maar... Die was op zich best grappig. Die vrachtwagen komt zo eens... Hoe komt dat nou weer? Dat is niet handig. Ik wil meer lachen om de lach op de achtergrond dan om het film. Ik denk dat ik weet wat hier gaat gebeuren. Ah, dit is pijn. Alles valt om. Ze kunnen er nog mee lachen, maar ik zou toch wel bang zijn dat ik ontslagen word. Dat is er maar één. Ah, die vond ik echt even grappig. Schrok ze is van. Schrok me door. Ik schrok echt. Maar ze schiet zat als wel. Wat me wel opvalt is dat er meer vrouwen dan mannen bij deze field zitten. Dat vind ik ook. Ah! Jij wel. Ik vond het wel grappig. Touw trekken. En de vliezer valt in het water. Of te langs. Een oude vrouw probeert een VR-bril. Dit is echt zo overdreven, ik kan er gewoon niet tegen. Misschien denk je wel dat het echt is. Nee, die is gewoon het overdrijven. Ik zou hier serieus ook verschrikken. Ik zou hier ook verschrikken, het is wel een goede prank. Doe normaal, echt. Wat is dit? Een slang! Dat is een slang. Waarom zou je hem in een prullenbak doen? Die vrouw is bang. Die vrouw is schietschoon van dit beest. Dit is knap. Valt eigenlijk op een... De raam is kapot. Een cadeautje voor moeders. Wat zal het zijn? Helemaal niks. Ik vond het leuk dat de wc-bril van de wc viel. Dat maakt het leuk. We zijn naar Funny Girl Fails aan het kijken. Funny Girl Fails? Dat verklaart misschien een hoop. Jongens, dit is officieel het laatste filmpje. Op de skielers.
helaas, niet om hoeven lachen. En dat betekent... Dus jij hebt gewonnen. Ik heb gewonnen. Hey. Dus dat betekent een prijsje. De prijs die jij gewonnen hebt. Even kijken. Een broodje bakpo. Yeah! Yeah!